Hallo iedereen en welkom terug bij een andere episode van de Kerbal Space Program Career Mode. In deze episode zitten we in de nieuwste update van Kerbal Space Program. Dit is versie 0.23. In deze episode wil ik een begin maken aan een space station. En voordat we hierheen gaan, er is een nieuw onderdeel wat ik in die space station wil doen. En dat is de Research Lab of de Science Lab of iets in die richting. Die moeten researchen. En dat kan hier, boom, research. Was dat het? Researched? Zijn er nog andere dingen die ik moet researchen? Nope. En dat is een nieuw onderdeel van de nieuwe update. En de nieuwe update heeft heel veel te maken met science en dat soort vette dingen, dus... En met de research lab kan je meer science krijgen per experiment. Dus we gaan deze command pod gebruiken. Kan één poppetje in, alleen hij heeft zo'n cool 360 view. En Research and Science Lab is super groot. Even kijken, hoe heet het? Mobile Processing Lab. Oké. En wat we ook doen is we zetten een Communitron erop. Boep, precies daar. En oké. We willen natuurlijk zoveel mogelijk science kunnen krijgen met dit ding. En omdat het een space station is, moet er ook dingen aan kunnen docken natuurlijk. Ik zet hier even een grote battery. Oeh. Oh. Wat gebeurt er? Ja, ik heb hem. Holy shit. Wat? Oh, dat is goed. Oké. Ik denk dat dat niet hoort, maar ja. Oké, docking ports erop natuurlijk. Twee aan de zijkant. En. Even kijken. Solar panels natuurlijk. En dit is nog maar het begin van de space station. Dus hier gaan heel weinig solar panels. We gaan natuurlijk nog aparte solar modules hierheen sturen. Het wordt waarschijnlijk een groot project. Space station. Je maakt niet zomaar een space station. Oké. Dus die plaats ik zo. Ondersteboven. Boom. Oké. Even kijken. En wat ik ook wil. En dat zit denk ik bij structural. Heb ik dat misschien nog niet. Oh ja. Sowieso een SAS module. Oké. Oh, ik dacht dat dit een mystery goo container was. Oké. We kunnen natuurlijk niet alle science dingen. In dit ding van de... Space Station doen, omdat er natuurlijk nog andere onderdelen van de Space Station heen gaan. Ze kunnen waarschijnlijk wel... Oeh. Oh, nu zit ze hieronder. Nee! Zo, oké. Boom. En dan wil ik... Ah, dat doen we in andere schepen die hier naartoe gaan. Oké. Ik zat te denken, hoe kunnen we meer docking ports toevoegen? Want 2 gaat niet genoeg zijn voor een heel space station. Oh, waarschijnlijk aan de onderkant. Oké, dan plaats ik er eentje aan de onderkant. Oké. Hoe mooi is dat? Oh, die is iets klein. Deze plaatsen eronder en dan nog een docking port. Oké, perfect. En dan pakken we dit en doen we het... Nee. Oké, dat wil hij niet. Zo moet het, geloof ik. Moet het zo? Kom op. Ja. Zo. En dat ziet er natuurlijk niet zo stevig uit. Dus we pakken wat struts. Zo, oké. Dus dit wordt hetgene wat we in orbit zetten. En dit ding moet natuurlijk wat brandstof hebben om in een orbit te komen. En daar gebruiken we een mooie Poodle Engine voor. Oké. En dan deze.
En dan schrijf ik even onder. Alianza Space Station Node 1. Node 1. Core of zo. Save. Oké. Okay. En nu. Subassemblies. Medium heavy lifter. Lander. Ik weet niet waarom er lander staat. Het is een lifter. Boom. Die is dus al pre-made door mij. En dit gaat ruim genoeg zijn om dit ding omhoog te brengen. Even de staging kijken. Oké. Okay. Ja, dat is goed. En dit gaan we dan in orbit krijgen. Ik wil een orbit van... misschien 100 kilometer, misschien iets hoger. Even kijken. Oh, dit is nog niet goed. Zo, en dit plaats ik helemaal hier. Lekker stevig. We willen niet dat dit ding... we willen dat dit ding gewoon stabiel blijft tijdens de vlucht. En dat gaat zeker lukken. Zo. Oké, save, launch. Het muziekje ging net helemaal zo. En toen gingen we launch. Oké. Okay. In deze nieuwe update hoort het ook dat je meer frames per seconde hebt. Dus hopelijk werkt dat. Oké, okay, we hebben wat docking lights. Dat is fijn. Oké, okay, klaar. De lifter lijkt redelijk klein voor wat wij verplaatsen. None of crew. Oeh, dat is niet zo fijn. Dan moeten we heel veel... revert flight en dan moeten we even meer crew erin doen. Eén crew member op een space station is niet zo fijn. Hoe doe je dat? Crew. Empty seat. Phil. Save en launch. Als het goed is hebben we nu alles wat we nodig hebben. Oké. Okay. Even kijken wat gebeurt als we hier... operational. En wat als we dan de mystery goo observeren? Even kijken. En nu is de science lab, de mobile science lab, het aan het bekijken. Oh, en dat gebruikt elektriciteit. En wat als ik het transmit? Ik denk het. Oh, nu kan ik deze meer gebruiken. Oh, huh? Kan ik de mystery goo container? Clean experiments. Oké. Okay. Dus als je nu een experiment doet met iets, dan kan het experiment ding daarna niet meer gebruikt worden. Behalve met een science lab. Dan kan je hem weer schoonmaken. En dan kan je hem weer opnieuw gebruiken. Dat is fijn. Oké. Okay. Even kijken, waar is de zon? Daar. Nee, het is niet nodig om op te laden. De motoren laden ons op. Oké. Okay. SAS. Full throttle, 3, 2, 1. Liftoff. Oké. Okay. Het lukt net. Van een first person, super cool. Die antenne zit er een beetje voor, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dus het moet meer praktisch zijn dan mooi uitzicht. Oké. Okay. Breng ons door het allerdikste gedeelte van de atmosfeer. We hoeven alleen maar in orbit te komen, dus we hebben eigenlijk niet zo heel veel brandstof nodig. Dit gaat ruim genoeg zijn. Juist, oké. Okay. Dit werkt. Alle motoren staan aan. En alle motoren die gebruiken nu de brandstof van deze twee fuel tanks. Nu alleen deze. En als die op zijn, vallen die eraf. Dat heet asparagus staging. Asparagus staging. Gewoon asperge. Oké, okay, die vallen eraf en nu is de raket zo. Super cool. En nu gaat alles van deze twee. En deze twee blijven allemaal vol. En dat is een hele efficiënte manier van branden. Oké, okay. Het schip blijft stabiel. Het is niet aan het wobblen, ook al is dit iets hoger en is de connectie hier zo dun door één docking port. Maar tot nu toe ziet het er goed uit. Die vallen er ook af.
Ga ik beginnen met een kleine gravity turn. Zo, niet verder dan dat. Anders gaan we te ver driften naar de zijkant. Kijk wat er gebeurt als ik hier een experiment doe. Niks. Reset. En wat als ik een crew report doe? Krijg ik ook niks. Heb ik allemaal heel vaak gedaan. Oké, we beginnen redelijk wat snelheid te maken. Bijna bij de 250. Boom. 250. Deze zijn op. Oh, gaan ze elkaar tegen elkaar aanbotsen. Best wel gevaarlijk voor de mensen daar beneden. Vallen gewoon allemaal fuel tanks naar beneden. Even kijken hoe het ermee zit. Oeh, daar is onze science satellite. Even kijken. Oeh, we zitten een beetje scheef. Klein beetje naar de zijkant branden. Yep, we gaan weer recht. Oké. Een iets schuinere gravity turn. 45 graden ziet er goed uit. Boom. En nu is dit alles wat de raket nog is. Best wel een goede raket ziet eruit. En deze twee fuel tanks zitten nog helemaal vol. En deze geeft super veel thrust. Ik denk eigenlijk dat deze engine helemaal niet nodig was. Nope, die gaat zeker niet nodig zijn. En zeker als we die hadden weggehaald, hadden we nog veel meer brandstof over. Dus ik denk dat ik het design nog ga editen hierna. Als we het nog een keer gaan gebruiken voor iets. Oké, ik ga hem nog weer laten liggen. En we gaan bijna 1 kilometer per seconde. Hoe ziet het eruit voor hem? Oké, we gaan 1 kilometer per seconde. En dit is bijna boven de 70. Blijf gewoon zo branden voor nu. Kijk wat er gebeurt als we hier een experiment doen. Noppes. En een crew report. Ook niks. Ik kan hier wel de solar panels openen. Horen zit al 70. Ik wil naar de 100. Misschien is deze fuel tank toch wel nodig. Goed dat we mee hebben in ieder geval. Even kijken, waar zijn we? 75. Oeh, dit gaat goed. Het begint al heel erg grote arc te worden. 80 naar de 100. En we zijn in de ruimte. Krijgen we nu nog steeds niks? Nope. Process lab data. Wat is dat? Niks. Crewport in de ruimte. Ook niks. Kom op. Waar zijn we? 120 dan maar. Alleen maar omdat ik het was vergeten. Dan time warpen we. En dan ga ik zo doen. En dan wil ik dus een orbit van 120 kilometer aan allebei de kanten natuurlijk. 132, 105, 113, 14, 16, 18. Hop. Nou. Oh shit. Wat is het nu? 119. 118, 105, oeps, verkeerde kant. 115, 118, kom op. 22, 21, 21, 20. Allebei de kanten. Oké, 7 seconden van tevoren branden.
Oké, we draaien het schip zo. Zeven. Zo te zien was die engine toch niet nodig. We halen het makkelijk. Deze is ook redelijk zuinig in de ruimte. Wat hebben we nu? 126 en 119. Oké, dus dan warp ik naar de 119. En dan ga ik iets terugbranden. En zo. Oké, dit terug naar de 120 krijgen. En dan time warpen helemaal naar de andere kant. Oké. Oh, wat? En... boom, 120. 120. Oké, perfect. Dus nu... wow. Kunnen we dit... detachen. En nu hebben we nog deze hele engine. En die kan ik detachen. Maar ik denk dat ik hem er gewoon oplaad. Oké, EVA. En los. Oh, dit is ook iets nieuws. Je kan de jetpack niet meer bijvullen. EVA report. Ook niks. Woehoe. We moeten allemaal nieuwe science hierheen brengen. Oké, board. Oké. Dus we hebben dit ding eindelijk in orbit. Dat ging best wel snel op zich. Dit ding blijft hier chillen. Oké. En deze solar panels zijn voor nu genoeg, omdat we eigenlijk nul elektriciteit gebruiken behalve de lampen. Totdat we steeds meer modules op dit op deze station zetten. En ja. We gaan terug naar het Space Center. En dat is dus het begin van onze Space Station. En ik kan jullie wel laten zien wat het vorige Space Station was in de vorige serie. En dat was niet career mode, want dat was er toen nog niet. Dat was gewoon, ah, je hebt oneindig veel van alles. Die zag er zo uit. En daar ben ik best wel trots op. Alleen onze Space Station, 2 jaar oud. Boom. Zo ziet deze eruit. Grote solar panels. Dit zijn space tugs, die kunnen dingen verplaatsen. En dit is de core. Crew report. Even kijken. Oeh, ja, er zijn natuurlijk geen science dingen. Deze save was gemaakt voordat science in het spel was. Dus. Geen science. Even kijken, wat gebeurt er als ik... review report. Transmit. Yay, getransmit. Nul science. Oké. Dus dat was het voor deze episode. Space Station is begonnen, waarschijnlijk volgende episode brengen we er meer dingen naartoe. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, laat een like en een comment achter. En als je mails ziet, natuurlijk subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer.